Zometeen een maand niet scheren voor het goede doel. Wat levert dat op? Een raketwerper, dat vind je niet elke dag. En rugby in Etten-Leur zit in zwaar weer. En over het weer gesproken, neem de paraplu maar mee, want het wordt een natte dag vandaag. Dat zo, maar eerst. Een Belgische vrachtwagenchauffeur kreeg gisteravond de schrik van zijn leven. Toen hij op de snelweg A67 in de buurt van Asten reed, kreeg zijn vrachtwagen een klapband. Zijn wagen werd onbestuurbaar en reed in volle vaart op de vangrail af. De wagen had zo'n snelheid dat hij door de vangrail heen schoot en aan de andere kant van de weg terecht kwam. Als een wonder kon hij al tegemoetkomend verkeer ontwijken. En plots voel ik links een slag en een knal. En dan ben ik uitgeweken, door de klapband ben ik uitgeweken naar links, ben ik door de vangrails gegaan. En heb ik alles dicht gegooid, proberen remmen. Ik zag tegenkomend verkeer. Die heb ik gelukkig kunnen ontwijken en die hebben mij ook ontweken. En eigenlijk is er dan niemand gewond geraakt vanavond. De A67 is een tijdje gedeeltelijk afgesloten geweest, maar de weg is nu weer vrij.